Nederland te koop. Dirk, waar ben je? Het is misschien niet de mooiste wijk van Nederland hier, maar vandaag wel de koudste. Oh. Te koop 4 shirts, gebruikt in de kleuren groen, geel, rood en zwart. Dat klinkt toch een beetje vies al, hè? Vind ik al. Gebruikte shirts, zweetplekken. Nou, ze kunnen toch ook gewassen zijn? Hé. Hey. Eens kijken wat het hier wordt. Goedemorgen. Hallo, dag. Ik kom eens kijken naar de shirts. Dat is leuk. En ik ben razend benieuwd ja, hoe spectaculair dat wordt. Wat, ja, ik laten ben gaan kijken. Benieuwd. Kom verder. Het zijn er 4. Het heeft te maken met een blessure. Met een blessure? Ja. En zijn dat voetbalshirts of zoiets? Sportshirts? Scheidsrechtershirts. Scheidsrechtershirts? Ja. Dat heb ik jaren gedaan. En, kijk. Vorig jaar geopereerd aan de rechterknie. En ik zit nu op een oproep te wachten voor mijn linkerknie. En inmiddels bijna 60, dan moet je een keer stoppen. Dus het scheidsrechter is... Dat is over. Is over? Ja. Ja. Hoe is het dan met zo'n scheids in huis? Rustig voor de zondag. Hij is altijd weg. Hij is altijd weg, hè? Ja. Is ja. het een gemis? Ik weet niet beter. Ik heb hem leren kennen en toen voetbalde hij op zondag. Toen raakte hij steeds geblesseerd. En van het een is hij eigenlijk in het ander gerold. Toen is hij dat zo'n cursus gaan volgen. Toen is hij gaan fluiten. De shirts met de rode kleuren. Ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan. En op een gegeven moment neem je een beslissing en die maakt het makkelijker als je die shirts gewoon weg doet. Want je moet ze eigenlijk niet meer in de buurt hebben? Nee, ik moet ze niet in de buurt hebben. Ik doe alles weg wat ik van dat scheidsrechter over heb. Ja? Ja. Met verdriet of uit woede? Nee, een beetje met verdriet. Ja. Ik kan me voorstellen. Ja, en ik heb geen zin om op zo'n beslissing terug te komen. Ik heb het 25 jaar gedaan, mijn vrouw nooit gemopperd, iedere zondag alleen. En nee, nou moet zij ook eens van mij gaan genieten. En wij samen. Vroeger was zaterdags altijd bij de jongens langs de lijn, onze kinderen. En zondags was het zijn dag. Dus eigenlijk had je helemaal geen weekend? Voetbal. Ja, voetbal. Ja. Maar vertel nou eens echt, hoe moeilijk heeft hij het daarmee gehad? Ja, ik denk wel behoorlijk moeilijk. Hij was al wel een beetje aan twijfelen, omdat die knieën natuurlijk niet zo heel erg lekker meer zaten. Maar ik geloof niet dat hij anders nu al gestopt zou zijn. Maar hebben jullie het erover gehad? Hij heeft gezegd, wat zal ik doen? Ja, dat vraagt hij dan wel, maar ik vind dat hij de keus moet maken. Hij voelt ook zijn eigen lichaam. Maar heel nuchter of... Nee. Doet wel zeer, denk ik. Ja, doet wel pijn. Slapeloze nachten? Zo erg? Ja, een paar misschien, denk ik. Ja, denk het wel. Traantje gelaten nog? Niet waar ik bij was. Maar het zou me niet verbazen. Het is natuurlijk altijd zijn grootste hobby geweest. Fluiten kun je niet leren, je kunt het bijschaven. Maar het is toch een klein beetje, laten we zeggen, talent dat je moet hebben. En helemaal niet uit het besef van macht vertonen of weet ik veel wat. Helemaal niet. Nee, maar gewoon het plezier. Mm-hmm. 3 jaar geleden ben ik zelfs nog scheidsrechter van het jaar geworden. Kijk eens. Daar ben ik nog steeds heel erg trots op. Op zoek naar het trofee. Ja. Dit is hem. Trofee. Scheidsrechter van het seizoen 2004-2005. Ja. En ik was de eerste. Dat was het eerste gala. Ongelooflijk. Zwaar ook, hè? Ja. Nou, hier ligt wat de vlaggen. En ik heb hier een album en wedstrijdkaarten. Deze. Kijk, zie je. Maar kijk, dat is het. Ja, dat is het. En dan heb ik hier in de krant. Kijk, de feestavond. Hier staat hij, hoor. De meest waardevolle arbiter heet het zelfs. Kijk eens. Ja. Eigenlijk ook wel een mooie bekroning van het eind van de carrière. Ik had toen al moeten stoppen. Ja. Dat is het hoogtepunt geweest, ja. Foto's van jezelf nog op het veld? Heb ik geloof ik niet. Ja, hier ah, jawel. Oh ja, toch. Dat is met een toernooitje. Ja. Dit is de doos. Ah, de doos. Heel belangrijk. Hier zitten de attributen in die ik eigenlijk altijd gebruik. Hier de beroemde rode en gele kaart. Ja. Dit is de meest gebruikte fluit van mij. De wedstrijdfluit. Om de pols. Uiteraard. En dan, een goed signaal. Wow, dat is heftig. Behoorlijk. Laatste wedstrijd was een wedstrijd in Roelevarensveen. En op dat moment nog helemaal niet het idee dat ik zou moeten stoppen. En de maandag na mijn wedstrijd gebeurde gewoon op kantoor. Ik verdraaide mijn knie. Ik had al een paar weken wat last van de knie. En ik verdraaide me en loopt helemaal vol met bloed eigenlijk. En toen ben ik s'avonds EHBO gegaan. Ja, het was het duidelijk. En 2 weken geleden MRI-scan.
Nou ja, het werd eigenlijk bevestigd van wat ik zelf al vermoedde. Omdat ik ervaring heb natuurlijk. Ja. Dus het is eigenlijk nog heel recent wat er aan de hand is. Ja, heel recent. Ja, het is 5 weken. 5 weken geleden nog maar? Ja. Is het dan het gevoel van ik wil die dingen gewoon ook niet meer zien? Want ik moet daar niet meer aan herinnerd worden. Nou, herinneren vind ik niet erg. Maar ik wil niet meer in de verleiding komen. Weet je, als ik dan die kast opentrek en ik zie die shirt weer liggen, dan heb ik zoiets. Als ik straks hersteld ben, van ja, zou je nou toch niet nog eens een keertje proberen? Nee. En ik op een lager niveau, daar ben ik te ijdel voor. En het is echt goed overwogen, deze beslissing. Krijg ik ook geen spijt van. Zeker weten? Ja. En wie moet voor wie zijn deze shirts bestemd? Dat weet ik nog niet. Het is natuurlijk een farce. Die 50 euro is natuurlijk helemaal niks. Die pakken kosten 100 euro per stuk. Ja. En ik heb er gewoon maar een prijsje aan gehangen. Het gaat niet om die 50 euro. Maar ik hoop eigenlijk dat er iemand op afkomt die... Die zelf scheidsrechter is misschien? Ja, een ander... Nee. Maar je verwacht wel dat ze met respect gedragen worden of behandeld worden? Daarom hoop ik ook dat ze... Dat ik ze slijt aan iemand die ik ken. Ja. Omdat ik dan weet wat er... Wie erin duikt. Nee, ik hoop inderdaad dat het terechtkomt bij iemand die... En die ik het ook gun en die mag ze dan desnoods zo meenemen. Dat is geen probleem. Nee. Maar dat moet een scheidsrechter zijn, want wie anders? Zou het niet leuk zijn in het kader van het afscheid van de scheidsrechters pakken en de gehele carrière... om toch nog even, gewoon voor het gevoel, even een stadionnetje op te zoeken? Maar waar moet je naartoe? Nou ja, we vinden wel wat. Dat we nog een officieel punt kunnen markeren waarin we zeggen, oké, nu is het voorbij. Wat is een mooie locatie om officieel afscheid te nemen? Wisten jullie dat? Dan heb je een voorkeur. Wat is daarom een goede Haagse locatie? Ja, het Stadion van Den Haag natuurlijk. Het Stadion van Den Haag natuurlijk. Dan rijden we toch naar het Stadion van Den Haag. Dat is hartstikke leuk. Ja. Zo scheids, dan kom je natuurlijk altijd een beetje fit oplopen. Ja. Beetje zet, een beetje tempo. Ja, het is heel mooi zeg. Juichende publiek natuurlijk. Ja. Ja, achter je aan. Maar hoe vind je het? Groot, hè, zo'n veld? Ja, het is heel groot. Dan sta je hier te middenste. Dan staan we heel keurig, staan we zo. En dan wachten we tot de volksliederen gespeeld zijn. Ja. De borst naar voren. Dan eventjes natuurlijk een beetje. Ja, maar dat is een beetje moeilijk, hoor. Ja, nee, met de knieën, kijk uit. Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Leuk. Maar zo heb je wel vaak gestaan. Ja, de shirtjes in de broek, netjes gekleed en dan het liefst een beetje een enthousiaste uitstraling. Ja, want zelf moet je ook een uitstraling hebben als scheidsrechter. Vind ik wel. Nee, maar ik vind dat je het is namelijk ijs en ijskoud. Nou, ze zien mijn kippenvel niet, maar stel dat er een overtreding is, dan werd er gefloten. En dan pakte hij even je kaart en dan was het tegen die speler van... Kijk, zie je, zo gaat het dan. Dus eigenlijk het enige wat je nog zou kunnen doen is... Ja. Goed kijken naar het gras, want dat is even over. Dus ik zou zeggen, het is ik laat je nog even genieten van het gras. Afscheid van een lange periode.